vandaag, een week nadat ik de video gepost heb, werd ik ineens gebeld door de politie. De video dringend binnen 48 uur te verwijderen. En ja jongens, ik ga het eindelijk bekennen. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie weer een storytime. En deze keer gaat de storytime over mijn vorige video. In mijn vorige video ging ik namelijk in 24 uur 10.000 euro maken. Kijk maar even snel mee. 24 uur 10.000 euro gemaakt. Na het online zetten van deze video kreeg ik heel veel verschillende reacties. Mensen die het super vet vonden, mensen die direct zeiden dit is 1 april, dit is nep, dit kan niet, dit bestaat niet. Dus vandaag ga ik al deze reacties maar even kort behandelen omdat jullie het allemaal vroegen. Maar zoals ik net al zei is het dus een storytime en ga ik jullie dus vandaag ook een story, oftewel verhaal vertellen. En dat verhaal is best wel een beetje gek, want de video van vorige week is echt uit de hand gelopen. Want ik werd vanmiddag gebeld door de politie. En het was echt het meest onaangename gesprek ooit en ze waren best wel boos en... een beetje, ja, dreigend wil ik niet zeggen, maar het kwam gewoon allemaal een beetje raar over. En wat er precies allemaal is gebeurd, ga ik jullie in ieder geval zo meteen vertellen. Ben je nou benieuwd naar de video? Doe dan alvast even een duimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren op mijn kanaal. En let's get started! Voordat we verder gaan met de video, heb ik nog even een hele leuke onderbreking voor jullie. Ik heb op mijn Instagram zojuist een hele vette winactie gepost met JHP Fashion, waarin ik een waardecheck van 100 euro mag weggeven. Je kan bij deze winkel hele gave merken zoals Tommy Hilfiger, Philip Plein, Michael Kors en nog veel meer halen. Wil je nou de winactie checken? Ga dan even snel naar mijn Instagram. Het linkje staat in de beschrijving. Dan gaan we nu weer snel verder met de video. Let's go! In mijn vorige video maakte ik dus in 24 uur gewoon 10.000 euro. Deze video had ik gemaakt in samenwerking met een Nederlandse bank. Ik ontving een speciaal koffertje en die moest ik ophalen bij de politie. En in dit koffertje zat een soort van geldpers, een geldmachine, waarmee ik dus dat geld kon maken. Ik hoefde daar alleen maar een A4 papiertje in te doen, op maat gesneden, die uit te draaien. En er kwam er gewoon een echt briefje van 10, 20 of 50 uit. Nu reageerden heel veel van jullie direct al van, bo, dit is een 1 april grap, dit is nep, dit is fake, dit kan niet. En ja jongens, ik ga het eindelijk bekennen. De video was een 1 april grap, dus sorry allemaal voor als je de video geloofd hebt. Sorry als je dacht dat het echt was. Sorry als je dacht dat je gewoon dacht dat het kon en dat ik gewoon 10.000 euro had gemaakt in 24 uur. Nou echt, als het bestond jongens, dan was het geweldig geweest. Maar het was gewoon een soort van, ja, trucje eigenlijk. En het is eigenlijk een soort van goocheltrucje. Ik ga niet uitleggen hoe het werkt, want dat is helemaal niet relevant voor de video. En als je het wil weten, dan kan je het vast wel ergens vinden op internet. Maar echt, zoveel van jullie vonden het echt vet en trapten erin en zeiden van wow, wat cool. En de anderen zeiden weer nee, het is nep. En dan gingen anderen daarop in van nee, Bodie zou dat nooit nep doen. Of nee, tuurlijk is dat niet nep. En ik dacht van oh my god, wat moet ik nou? Want het was dus gewoon een 1 april grapje. Maar ik wou het niet direct bekennen, want dat vond ik natuurlijk niet leuk. Omdat ik eerst een beetje de reacties en zo wil afwachten. Dus... het was zo van, wat moet ik doen? Maar vandaar dus deze video ook voornamelijk even om dit dus te bekennen. Nu hoor ik je natuurlijk al denken van, ja maar Bo, als dit een 1 april grap was, wat heb je dan met de Nederlandse bank gedaan? En hoe zit het dan met de politie? Nou, ik zou het even uitleggen. De Nederlandse bank, die heeft hier niks mee te maken gehad. Het was geen samenwerking, het was helemaal niks. Dus de Nederlandse bank heeft hier niks mee te maken gehad en de politie ook niet. Ik ben dus eigenlijk gewoon naar het politiebureau gegaan. Wij hebben daar gefilmd. En we zijn weer weggegaan. We hebben geen afspraak gehad met de politie. Helemaal niks. Wel had ik ze van tevoren gebeld of ze misschien mee wilden werken. Dus mij bijvoorbeeld het koffertje wilden overhandigen voor de video. En we hadden ze ook gewoon duidelijk verteld. Ja, het is een grapje, dit, dat. Maar toen werd er gewoon, ja, er werd niet moeilijk gedaan. Maar ik moest een heel contactformulier invullen. En dat zou dan heel veel dagen duren. En toen dacht ik, ja, dat kan helemaal niet. Want het is over 2 dagen 1 april. Dus... die hebben ook niet meegewerkt. Eigenlijk heeft er gewoon niemand meegewerkt. Ik heb die video zelf gefilmd samen met mijn vader.
En we hebben het zo echt mogelijk laten lijken en zoveel mogelijk details eraan toegevoegd. Nou, dat zover over de video. Ik had de video geplaatst. Ik kreeg heel veel leuke reacties. Heel veel confused reacties. Heel veel mensen direct zeiden nee, dit is nep, dit is niet waar. De reacties waren heel erg wisselend. Maar voor de rest was er eigenlijk niet zoveel aan de hand. De video werd gewoon goed ontvangen, dus dat was helemaal chill. Maar vandaag, een week nadat ik de video gepost heb, werd ik ineens gebeld door de politie. Nou, het was vandaag eigenlijk gewoon een doodnormale dag. Ik was aan het leren voor mijn tentamenweek, want ik heb tentamenweek. En ik had mijn telefoon gewoon naast mij liggen op aanrecht. Nu moet ik wel zeggen, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Want ik leg mijn telefoon altijd weg als ik aan het leren ben, omdat ik anders de hele tijd op mijn telefoon ga. Maar ik had hem toevallig vandaag naast me liggen. Toen werd ik tijdens het leren, terwijl dus mijn telefoon op het aanrecht lag, ineens gebeld door een anoniem nummer. En nu moet ik eerlijk zeggen, ik neem anonieme nummers eigenlijk nooit op. Ik klik ze altijd direct weg. Omdat het heel erg vaak reclamebureaus zijn. Of het zijn gewoon mensen die willen prankcallen en een beetje irritant willen doen. En voor beide heb ik echt geen zin en geen tijd. Dus ik neem eigenlijk anoniem nooit op. Maar nu is het natuurlijk niet altijd zo dat anoniem iets verkeerds kan zijn. Het kan ook een mediabureau zijn die belt voor samenwerking. Of iemand die zijn nummer liever niet wil laten zien, maar wel een serieus gesprek wil. Dus het is altijd een beetje dubbel. Dus vandaag had ik gewoon zoiets van, nou, ik neem gewoon op, weet je. En als het weer iets onzin is, dan hang ik wel weer op. En ik nam op en het was van, goedemiddag, ik spreek bij politie Drenthe. En het eerste wat ik dacht was, politie? Wat heb ik gedaan, weet je? En natuurlijk, als eerste kwam die video van die 1 april grap in mijn hoofd. Want ik dacht, ja, ik heb dat contactformulier ingevuld. Dus zo komen ze aan mijn nummer, want ik wist dus niet hoe ze aan mijn nummer kwamen. Nu was ik dat net vergeten te vertellen, maar ik vertelde dus net dat de politie niet wou meewerken aan mijn 1 april grap. Of in ieder geval dat ik dan een heel contactformulier moest invullen op de website met het idee. En wat ik toen vergeten te vertellen ben, is dat ik het contactformulier wel heb ingevuld op de website. In ieder geval wel mijn contactgegevens, zodat die vrouw misschien later nog contact met mij kon opnemen die ik gesproken had aan de hoofdbalie. En dan had ik dus ook mijn telefoonnummer mee ingevuld. Dus ik denk dat ze op deze manier dan aan mijn nummer zijn gekomen en me daarom ook vanmiddag gebeld hebben. Maar goed, zo kwamen ze dus denk ik aan mijn nummer. Ik weet het eigenlijk niet precies, maar dat denk ik. En toen kreeg ze dus aan de telefoon en er gingen echt duizenden dingen door me heen. Want ik dacht echt van, hoezo bellen ze? Het was een 1 april grap, dat wisten ze ook. Want dat heb ik ook duidelijk verteld, meerdere keren. En het enige wat we hebben gedaan is naar het politiebureau gefilmd. Wij hebben daar gefilmd dat ik zogenaamd die uitgang uitliep met een kistje. En that's it. En het is gewoon openbare ruimte waar we gefilmd hebben. Dus we hebben niks verkeerds gedaan. En ook niks waarvan zij ons zouden kunnen betrappen van, oh, dat mag niet. Of weet ik veel. Dus ik kreeg de politie aan de telefoon. En het ding was dat ik op dat moment alleen thuis was. Want mijn ouders waren boodschappen aan het doen. Volgens mij was Milou wel boven aan het leren. Of Roos was boven aan het leren. En Anne was aan het werk. Ik weet het niet meer. Maar het was dus zo dat mijn vader of moeder er niet was. Want anders had ik gewoon die het gesprek kunnen geven. Of hadden die in ieder geval bij kunnen staan. Dat ik niks verkeerd zei wat ze later tegen mij konden gebruiken. Toen heb ik de hele tijd de politie aan de telefoon gehad. En eigenlijk waar het uiteindelijk op neerkwam, was het dat ze absoluut niet gediend waren van de manier waarop ik daar gefilmd had. Het was verkeerd, het mocht niet. Het zou een raar beeld van de politie geven. Het hele idee van geld sloeg nergens op. Dat was gevaarlijk. En allemaal dat soort dingen dat ik echt dacht van, calm down, het is een 1 april grapje, weet je wel. Mensen hebben dit ook gewoon door. Ik maak ook gewoon uiteindelijk bekend dat het een 1 april grap is. Dus wat is nou precies het probleem? Of wat heb ik verkeerd gedaan? Nou, maar goed, ik kon er natuurlijk tegen praten wat ik wou, maar ik moest wel netjes blijven. Want ik kan moeilijk tegen zo'n agent, want ik kreeg deze keer een man aan de telefoon, moeilijk een grote mond geven of hun de les gaan leren van, ja, wat is hier nou verkeerd aan? Want dat moet je sowieso nooit doen, want dan heb je gewoon een probleem. Dat weet iedereen. Dus ik heb me best wel redelijk goed ingehouden, maar ik had echt zoiets van, nou, wat moet ik hier nu mee? En hij bleef maar verwijt opleggen van, dit is niet goed, dit is niet goed, dit is niet goed. En op een gegeven moment dacht ik echt van, ja, sorry hoor, maar ik weet nu echt wel dat wat ik gedaan heb, of in ieder geval de video die ik geplaatst heb, dat jullie daar niet van gediend zijn. Toen na echt een kwartier aan de telefoon gezeten te hebben, kreeg ik in ieder geval het verzoek de video dringend binnen 48 uur te verwijderen. En toen had ik echt zoiets van, oké, Bo, rustig, rustig, adem in, adem uit. Niet exploden nu, want ik heb serieus echt heel hard aan de video gewerkt. En we hebben gewoon echt alles heel goed doordacht. Ja, gewoon details eraan gekoppeld. We zijn de hele avond bezig geweest met hier thuis te filmen met al het geld. En
de waslijn die we hadden opgehangen. We hebben gewoon echt heel veel werk erin gestoken. En als dan de politie even komt van, yo, verwijder die video omdat je bij ons gebouw hebt gefilmd waar ik nog steeds niks verkeerds heb gedaan. Ik heb niks verkeerds over de politie gezegd. Ik heb ze niet zwart gemaakt. Ik heb letterlijk helemaal niks gedaan. Toen mijn vader inmiddels thuis was gekomen, was ik al klaar met het gesprek. En het gesprek met de politie was best wel raar geëindigd, want ze zeiden dus gewoon heden dat ze wou dat ik die video verwijderde. En dat ze er niet van gediend waren dat ik daar dus gefilmd had. En ik heb toen gewoon heel erg netjes gezegd van dat ik daar heel erg veel tijd in die video had gestoken. En dat ik voor mijn gevoel niks verkeerd had gedaan. Of in ieder geval, ik heb de politie niet in een slecht daglicht gezet. Toen zei mijn vader van, ja, als dit echt serieus, als ze echt willen dat je dat verwijdert, lijkt het mij dat ze je daar een mail van sturen of een aangetekende brief of iets dergelijks. Dus ik weet het niet. Het is allemaal best wel een raar verhaal en ik snap ook zelf niet zo goed wat er nu aan de hand is. Wat ik verkeerd heb gedaan en wat er... Ik snap het gewoon niet zo goed, want ik probeerde gewoon een leuk 1 april grap video te maken. Ik heb er veel tijd in gestoken. Het was gewoon, ja, wel creatief allemaal. En ik vind het dan zonde dat ze dan direct met zoiets komen terwijl we helemaal niks verkeerd hebben gedaan. Maar goed, wat iedereen ervan vindt, dat is natuurlijk iedereen's eigen perspectief, want... Het is maar net hoe je erover denkt. Je kan denken, ja, het is echt helemaal totaal terecht wat ze gezegd hebben. Maar aan de andere kant, jongens, het was een grapje, weet je. Kijk, je kan het leven heel serieus nemen, maar je kan ook best wel een keertje gewoon een grapje maken en daar lekker van genieten. En nogmaals, dit was echt niet mijn intentie om de politie in een slecht daglicht te zetten. Om dit soort problemen te veroorzaken. Het was gewoon een video. Het is dus nu zo dat ik de video niet ga verwijderen. Tenminste, tot op heden niet, omdat... Ik vind het zelf onterecht. Natuurlijk, de politie heeft het gezegd, maar ik heb alleen dit gehoord aan de telefoon. En voor de rest heb ik nog niks gekregen qua brief of qua e-mail. Nu neem ik deze video wel een paar dagen op voordat hij online komt. Want deze video komt zondag pas online. Mocht ik binnen nu en zondag wat horen van de politie, dus een brief ontvangen, een mail. Mail denk ik trouwens niet, ik denk wel dat het een brief zou zijn. Of iets anders, dan zou ik het even in de reacties of in de beschrijving plaatsen. En mocht ik niks horen, dan zou ik dat ook even laten weten. Dan was dit weer de storytime en het was best wel een hele rommelige storytime, sorry daarvoor. Maar het komt omdat het allemaal heel recent gebeurd is en ik wilde er wel graag een video over maken. Maar ik wist ook niet zo goed hoe en wat en hoe ik het allemaal moest uitleggen aan jullie. Dus op deze manier heb ik het in ieder geval geprobeerd. Mocht je iets nog niet snappen, vraag dan zeker weten even in de reacties en dan zal ik het even voor je proberen te beantwoorden. Vond je de video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En vergeet zeker ook niet de leuke winactie op mijn Instagram te checken van JHP Fashion. Ik zal even de link van de winactie in de beschrijving zetten. En hopelijk tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Doei doei!